Kempo betekent letterlijk de weg van de vuist en karate betekent de lege hand. Als je bijvoorbeeld een techniek aanleert bij karate, moet je die doen juist zoals ze het u zeggen. Maar bij Kempo Karate ga je aanpassen aan de persoon die tegenover u staat. Als die bijvoorbeeld een dikke jas aan heeft, ga je niet gewoon gaan opslagen, want dat haalt niks uit. Dan ga je bijvoorbeeld naar zijn knie trappen, zodat hij bukt. Of dan ga je logischer nadenken hoe dat je die kunt aanpakken op de best mogelijke manier. Wat maakt Olivia eigenlijk zo goed? Ze is heel technisch. En doordat ze leniger is als de rest, kan ze haar trappen heel goed. Wat is jouw grootste droom in deze sport? Ja, ik heb al 2 wereldkampioenschappen meegedaan. Volgend jaar is het in Las Vegas. Ik zou heel graag daar ook mijn titels behalen. En ja, gewoon verder doen met Kempo. Zelf ooit een school openen. En ja, natuurlijk nog veel wereldkampioenschappen meedoen. En ja, ook veel winnen natuurlijk.